Almere City FC pakte afgelopen weekend 3 punten. De ploeg won van PEC Zwolle. Nu staat Feyenoord voor de deur. Tijd voor een nieuwe Almere-divisie. Almere pakt veel punten, maar er is ook kritiek. Heeft Almere-directeur City belangstelling voor overstap naar AZ? En jeugd van Sporting trots op hun buurman. Op de ranglijst doet Almere City FC het goed, maar er is ook kritiek. Onder meer van columnist Hugo Borst. Collega Florian van Veldhoven ging de straat op in Almere. Kritiek op Almere City en niet van de minste van columnist Hugo Borst in het Algemeen Dagblad. Hij noemt Almere City Getafe Light, de overtreffende trap van antivoetbal. Maar wat vinden de Almeerders ervan? Hij is niet goed mezelf. Ja, ik kan hem wel. Moet je niet eens op ingaan of zulke mensen. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik heb ze vorige keer zien voetballen en ze spelen gewoon mooi voetbal. Ze spelen heel goed voetbal. Vooral voor het eerste jaar dat ze in de Eredivisie spelen. En zo hoog al staan. Klasse. Ze spelen naar hun vermogen. En ik vind dat dat pastoortje Alex het goed doet met dat materiaal. Ja, wat willen we nog meer? Een Eredivisieclub in onze stad. Alleen wat vaak het probleem is dat mensen denken van ja, ze spelen niet zo goed, hè. Ze zijn alleen maar aan het verdedigen. Maar ja, of dat nou echt zo waar is, daar ben ik het niet mee eens, nee. Ik denk dat we als Almere heel erg blij mogen zijn dat Almere City een plaats heeft in de Eredivisie. En ik hoop dat dat nog heel erg lang zo blijft. Ik denk dat mensen sowieso het er gewoon niet blij mee zijn dat een club zoals Almere, hè, zijn een kleine stad of een jonge stad, dat wij toch nog een beetje in de midden zitten. We gaan bijna naar het linkerrijtje, zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon niet blij mee zijn. Een beetje jaloezie. Ja, het is vooral jaloezie, want hey, we zijn net gepromoveerd natuurlijk. En dan staan we toch zeg maar nog goed in de rang, zeg maar. Ze zijn gewoon jaloers, Ola. Ze zijn echt jaloers. Het is nu omdat wij hoog zijn, we hebben de Eredivisie gehaald als team, dat ze ons dat gewoon niet gunnen, toch? Ze zitten er voor het eerste jaar in. Ik bedoel, dat komt allemaal wel. Je kan niet verwachten dat in een paar jaar, kijk naar Ajax. Ik bedoel, dat komt wel goed. Die Hugo Borst is een beetje een zeikert. Voor mij wel. Ik heb het altijd een zeikert gevonden, maar nou helemaal. Nee, is geen zeur. Die man heeft hele leuke dingen gedaan. Maar op een gegeven moment word je daar gehouden en dan word je een beetje zeurderig. Ik kijk zelf in de spiegel. Tijdens het voetbalduel van komende zondag extra aandacht voor de moordzaak Cassandra van Schijk. De Almeerse verdween in 2007 en werd later teruggevonden in de Noorderplassen. Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat er nou precies is gebeurd. In het stadion zullen zondag tijdens het Eredivisie-duel verschillende uitingen over de zaak te zien zijn. In oktober vorig jaar werd bekend dat de Peter R. de Vries Foundation 100.000 euro uitlooft voor de gouden tip. Ja, het is ontzettend belangrijk om voor een cold case-zaak zoals die van Cassandra van Schijk aandacht te blijven vragen. En dat proberen we eigenlijk elke keer op een ludieke manier. We proberen op verschillende manieren die aandacht te krijgen. En juist door aan die boom te blijven schudden, ja, krijgen we tips binnen. En zodoende zijn we ook op het idee gekomen gezamenlijk om tijdens deze voetbalwedstrijd aandacht te vragen. Omdat de zaak van Cassandra zich in Almere afspeelt. Er zijn zo'n 50 tips binnengekomen. Die tips worden op dit moment onderzocht. Ondertussen blijven ze doorzoeken naar de mensen die mogelijk iets weten en willen praten over de zaak. Ja, je weet natuurlijk nooit wie iets weet, hoe klein het ook is. En ja, wij hopen toch dat er mensen uit Almere vooral naar deze wedstrijd komen. Ja, en dat er mogelijk iemand is die iets meer weet, maar ook dat ze misschien het met elkaar gaan bespreken. Nou, moet je nou horen, was vandaag bij die wedstrijd. Gave wedstrijd, maar we hebben ook over de zaak van Cassandra weer gehoord. En dat door dat bespreken met elkaar, dat er toch mensen zijn die denken, hey, ja, ik zwijg al die tijd al, maar ik ga nu mijn geweten laten spreken. Op verschillende plekken is het al in de media geweest, er is heel veel bekendheid over, maar toch nog niet de gouden tip, hè? Ja, de foundation en de politie hebben tientallen tips binnengekregen. Die worden momenteel ook nog steeds onderzocht. Dus ja, of de gouden tip daartussen zit, is nog moeilijk te zeggen. Maar wij blijven aansporen op mensen die iets weten. Daarvoor hebben we ook die beloning van 100.000 euro. We hebben nog een beloning voor de telefoon van Cassandra, waar we nog steeds naar op zoek zijn, van 10.000 euro. Dus ja, wij hopen dat er mensen zijn die wat meer zullen gaan vertellen. Het is 2007 geweest, heel veel aandacht aan gegeven. Wanneer is het punt dat je zegt, laten we er maar mee stoppen? Ik denk dat het punt nooit gaat komen totdat we
de antwoorden weten. En dat is in ieder geval het geval voor de familie. Ik weet dat het ook het geval is van de politie, zeker van Volkert, die als politieagent bij dit onderzoek altijd betrokken is geweest. Maar ook de foundation. Wij zullen ons blijven inzetten om antwoorden te krijgen in deze zaak. Maar voor de beloning hebben we wel een periode. En die vervalt op 10 april 2024. Dus wil je aanspraak maken op die 100.000 euro, dan moet je voor die tijd je tip bij ons aanmelden. Waarom die deadline? Dat is 6 maanden vanaf het moment dat we zijn gestart. En dat was op 10 oktober 2023. De verjaardag toen van Cassandra. En we hebben 6 maanden de tijd gegeven voor die gouden tip. De wedstrijd met extra aandacht voor de zaak Cassandra wordt zondagmiddag om 2:30 gespeeld. Een belangrijke aanjager van het huidige succes bij Almere City FC is de directeur, John Bes. Onder zijn leiding promoveerde de ploeg afgelopen zomer van de eerste divisie naar de eredivisie. Nu zoeken ze in Alkmaar bij AZ een nieuwe directeur. En is dat iets voor John Bes? We vroegen het in onze podcast. Nou, dat is nu wel heel erg snel, hè? Want het is natuurlijk, er zit een paar dagen tussen. Ja, nou ja, ik geloof dat Arno Vermeulen inmiddels al 4 keer gezegd heeft dat hij beschikbaar is. Beschikbaar is. Meer bij hem vandaan dan bij AZ. Ja, nee, die indruk had ik ook. En volgens mij maakte die er ook wel een beetje een dolletje van. Maar goed. Ja, dat denk ik ook wel. Nou ja, goed. Dat gebeurt natuurlijk ook. Kijk, uiteindelijk zijn het niet alleen spelers of trainers, maar ook stafleden en ook directieleden natuurlijk die regelmatig ook een stap maken. En dat gebeurt ook bij mij. Zeker op het moment dat het goed gaat op het veld. Ook al heeft dat niet natuurlijk een directe lijn naar een algemeen directeur of iemand op de werkvloer. Ja, zo werkt het uiteindelijk wel. Maar het laat duidelijk zijn dat we met een prachtig verhaal hier bezig zijn. Mm-hmm. En ik kan momenteel zelf echt alleen maar aan Almere denken. En daar ben ik 24/7 mee bezig. Ja. En nog niet klaar. Als je wint, heb je vrienden. Het is een hit uit de jaren 80. Maar Pastoor had het er vorige week al over. Als je wint, heb je inderdaad vrienden. Het lijkt erop dat City steeds meer vrienden krijgt. Hoe zit het eigenlijk bij de amateurclub Sporting Almere? Trainer hier bij Sporting, leeft het hier een beetje, Almere City FC? Ja, zeker. De jongens hebben het veel over Noordin Bakker, de keeper. En zijn bijna allemaal fan van Almere City. Sommigen zijn nog van Ajax, maar de meesten beginnen om te draaien naar Almere City. Dat ze nog vorig jaar in de eerste divisie zaten en nu gepromoveerd zijn tegen FC Emmen, die finale. Heel trots. Ja, ze zijn gewoon heel goed bezig. En ik vond toen ze naar de Eredivisie gaan en ze spelen samen, het team is sterk en ja, ze kunnen goed spelen. Ze spelen goed en ja, ik ben gewoon trots op ze. Had je verwacht dat ze zo goed stonden? Nee, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had verwacht een beetje aan de degradatiepositie, maar ik ben wel trots op ze. Hoe kan het dan dat het toch zo goed gaat? Ik weet niet, ik denk gewoon dat de manager goed is en dat spelers goed functioneren. En dan gaat alles goed, het zijn zo hoog. Nu moeten ze weer tegen Feyenoord, hè? Komend weekend. Wat denk je daarvan? Ik weet niet. Ik hoop gewoon dat ze winnen. Feyenoord is ook een sterk team, maar Almere City zeker ook. En ja, ik hoop gewoon dat Almere City veel puntjes gaat maken en dat ze met de 3 punten weer naar huis nemen. Denk je dat ze erin blijven? Lijkt er wel op, hè? Ik hoop het wel, ja. En ik lijkt er ook op, ja. Hoe belangrijk is dat voor jou dat ze erin blijven? Erg belangrijk, omdat ik kijk veel voetbal en het zal gewoon leuk zijn als mijn stad gewoon in de Eredivisie blijft en veel wedstrijden wint. Ja, mooi hoe de jeugd meeleeft hier bij de buurman Sporting Almere. Dit was hem. Heel graag tot volgende week.